Yo jongens en meisjes en welkom terug bij een nieuwe carrière, managerscarrière bij Kas Open. Als jullie nu rechts zien, zien jullie al dat we Champions League gaan spelen. Ik heb gewoon Brugge uit de Champions League gezet en Open daar in de plaats gezet, want ja, ik had geen andere keus, want er spelen geen andere Belgische ploeg in de Champions League. Allee, die zitten toch nog niet in de groepen. Allee, ik weet niet. Ze zaten toch gewoon niet daarin. Dus ik moest het wel. We moeten tegen Atletico, Monaco en Dortmund. Dus we beginnen onze eerste competitiematch direct uit tegen Club Brugge. En de 18e september spelen we de eerste UEFA Champions League. We hebben ook een chance dat FIFA 19 de officiële UEFA Champions League erin zit. Dus ja, nicer kan het toch niet zijn. Alleen nu moeten we kijken naar de spelers. En als jullie hier zien, zij gaan het eigenlijk al niet doen. In de competitie wel. Daar geloof ik wel in. Maar in de Champions League niet. Dus als jullie nog topspelers weten of goede spelers die op de leenlijst staan of zo, laat maar weten. Ik ga me te goed zetten in beeld. Natuurlijk, goed zo. En dan, gaan we misschien ver geraken. Waarschijnlijk niet, maar wie weet. Ik heb niet op gelet wie dat was. Diallo. Weer aan de spits, natuurlijk. Ja. Jij gaat de goals maken, zeker. Hè? Ik zie jullie gewoon bij de match. Ik ga nu geen liedje doen zoals bij de Pro League. We moeten tegen FC Midtjylland. Ik hoop dat je het toch uitspreekt zo. Ze laten de opstellingen blijkbaar niet zien, of heb ik gewoon per ongeluk iets geskipt, dat weet ik niet. Ik heb toen niet op kruis geduwd, dus ik denk niet dat ze het laten zien. Dus we gaan gewoon beginnen. En hopelijk winnen wij. Mooi. Afkappen. Klaarleggen. En trappen. Oh. Nou, dat was toch een grote kans. Dat jullie zien het wel. Ik maak geen gebruik van getimed schieten, omdat ik dat toch nooit onder de knie krijg. Als jullie het liever hebben dat ik dat wel doe, laat dan zeker weten en dan probeer ik het wel onder de knie te krijgen. En deze was offside geweest. Hier is een kans. Of toch niet, laat maar. Of toch wel? Ik heb te vroeg getackled. Oké, van Krombrugge. En zie. Zet voor. Val. Dat was bijna een doelpunt uit die kop. Oké, 0-0 bij de rust. We gaan de statistieken er eens bij pakken. En dan zien wij. Oh, niet trainer, statistieken. En dan zien wij schoten, doelpunten 0-0, schoten 2-2. Dat gaat even gelijk op. Schoten op doel 1-2. Tja. Balbezit 47%, 53%. Dat ziet je ook wel. Tackles 4-1, overtredingen 0-0. En voor de rest is eigenlijk nog niks. Nauwkeurigheid schoten is 50%, 100%. En nauwkeurigheid passes is 70% tegen 87%. Dus eigenlijk, volgens de statistiek is FC Midtjylland beter. Maar het is nog altijd een tweede helft, dus we kunnen ons nog altijd herpakken. Dus ja, hopelijk kan je weer wel scoren. Oh, een lange bal. En die knik. Oh, op de pantoffel zit hem. Amai, had hij daarin gevallen, dan had ik gek geworden. Hier zijn wij zijn terug in de aanval. En sneller. We zien Milicevic daar staan. Garcia! Dat was daar. Zoals hier. Voorzet! En de goal. Jawel. Dat zagen we wel aankomen eigenlijk. Ze openen de score in de tweede. Heel jammer. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Keeper. Hij bokst hem weg en hij kan hem nog pakken. Come on, jongen. Hij ligt heel veel voorzet. Op de flank. Gevaarlijk. Daar staat niemand, hè. De handen van de
afgeven, trappen, Diallo, jawel! Oké, ik heb te strak iets slechts gezegd over hem. Allee, iets slechts. Ik nam het eigenlijk sarcastisch in. En ja, hier trapt hem zelf gewoon de gelijkmaker binnen in de extra tijd. Ik moet hier toch eens over nadenken dat ik hem geen basisplek ga geven. Oké, 1-1. Misschien onterecht. We gaan eens kijken hoe de statistieken eruit zagen. En dan, ja. Schoten 5-6. Schoten op doel 2-4. Balbezit 43%, 57%. Dus ja, je zag al dat FC Midtjylland eigenlijk de beste ploeg was op plein. Tackles 7-3. En er zijn geen overtredingen gemaakt. Nauwkeurigheid schoten 40%, 66%. En nauwkeurigheid passes is 76%, 89%. Dus eigenlijk hebben wij onterecht de gelijkmaker binnen het rad. Dus ja. Maar ja, onterecht of niet onterecht. Een goal is een goal. En ja, meer kan ik eigenlijk niet zeggen. We moeten nu tegen Dynamo Dresden. En dan tegen Nastic of zo. Of Nastic. Dus gaan we van Racing Club Wild van Kroonbrugge. Dat gaan we eens even afwijzen. Gaan we de twee matchen nog de 3 punten pakken of gaan we zo vroeg al naar huis? Dat weten we niet. Whitecaps, FC World, Castro Montes. En dat ga ik ook afwijzen, want ik weet niet dat ik goede spelers ga krijgen of niet. Laat het zeker in de reacties achter, dan weet ik van, ja, die moet ik gaan halen. En ja, nu ruikt de spits natuurlijk nog een goal. Dus ja, we gaan hem natuurlijk wel terug meepakken. Dus ik zie jullie bij de match. Hier zitten we dan, tegen Dynamo Dresden. Vandaag doen we verslag. Dat is een Duitse ploeg. Van de Europese International Cup. Tegen een Belgische ploeg. Dus ja. Gaan we winnen of niet? We gaan het nu zien. Dat was een chance. Geen probleem over de sluitpost. Oh nee! Die bal komt wel in de. Ik weet eigenlijk niet hoeveel staat deze ploeg staat. Maar ze zijn niet zo slecht. Ja. Het eerste doelpunt van deze wedstrijd. Amai. En daar hebben we niet lang op moeten wachten. U zal het tegen. Amai, zo vroeg achter komen. Hoe krijgt die hem er toch in? Ja, pas al even, het was met zijn zwakke been. Een heel lelijk goaltje. Moet ik eerlijk toegeven, het was wel een properke. Ja. Hij valt er ook mooi in. Jammer genoeg. En dat was de eerste van de wedstrijd. Nu moeten we terug de gelijkmaker zien te scoren. Polla met de fout. Veel te onbesuisd. Dat wordt een gele kaart, denk ik. En een gele kaart, natuurlijk. Ja, het jong gaat. Die sliding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met de sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding. Ja, jongen, dat kan gebeuren, allee, zeg. Oké, 1-0 bij de rust. Ik wou wel 1-1 zeggen, maar dat klopt niet. Hè. We gaan eens kijken bij de statistieken. Doelpunten 1-0 natuurlijk. Schoten 3-5. Schoten op doel 2-3. Balbezit 53%, 47%. Tackles 2-2 en overtredingen 0-2. Gele kaarten 0-1. En nauwkeurigheid schoten 66%, 60%. En nauwkeurigheid passes is 78%, 80%. Maar ja, Dynamo Dresden is gewoon beter. Kunnen we niet overliegen. We gaan gewoon proberen de gelijkmaker zo snel mogelijk binnen te knallen. En dan proberen te winnen. Want hier krijgen ze weer al de kans als ze. Ja, laat maar. Amai! Dat was wel een vieze tackle eigenlijk. Daar krijgt hij een gele kaart voor hoor. Die slijding was niet volgens de regels. De scheidsrechter had geen keuze hier. Ik verwacht dat de bal voor het doel gezet gaat worden. Vanaf die en de muur beweegt naar voren. De corner. Het is een corner.
Ze gaan kaart. Kort balletje, ja, zo kun je ook een hoekschop nemen. Oh! Oh, keeper. Die mocht hij echt niet doorlaten. Maar Polé! Polé! Op de paal! Op de paal! Slechte voorzet, man! Geruim staat netjes. Oh, Leon! En hier krijgen ze de kans. Ja. Hij is er doorheen. Ja. Oh, nee, toch niet! De aanval strandt door deze perfecte tackle. Laatste kans. Laatste kans. Scheids! Oh, Leon! Zit erop voor vandaag. We hebben naar een prima wedstrijd gekeken tussen twee teams die aardig aan elkaar gewaagd waren, Juri. Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen verliezer. Die kwam er wel. Ik ben hier echt ontevreden over. De statistieken, schoten 7-6, schoten op doel 5-3, balbezit 53-47. Tackles 5-6, overtreding 0-4, gele kaarten 0-2, blessures 1-0, oei. En hoekschoppen 1-0. Nauwkeurigheid schoten 71%, 50% en nauwkeurigheid passes 81%, 77%. We waren gewoon weer al de slechtste ploeg en daar ben ik echt niet tevreden over. En volgens mij staan we nu samen laatst met FC Midtjylland. En eigenlijk, ik denk dat we geen kansen meer maken. Alhoewel, nu moet Dynamo Dresden tegen FC Midtjylland. En ja, naast is tegen ons. We kunnen nog altijd winnen en dan staan we gelijk met hun. Maar dan weet ik niet echt hoe het gaat aflopen. Dus hopelijk gaan we gewoon winnen en dan is er nog hoop. En anders is het een kort avontuurtje geweest. Dus ik zie jullie bij de match. Oké, de laatste match van de vriendschappelijke toernooi. We moeten deze echt absoluut winnen. We moeten tegen Spaanse ploeg. Ik weet niet, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik dacht eigenlijk dat het een Kroatische ploeg was of zo. Maar we gaan zien, gaan we winnen of niet? Ik hoop van wel. Wat is daar fout aan, maat? Allee, man. En de trap? Oh. Toyokawa, of zoiets. Ik ga die anders aan de naam nooit kunnen uitspreken. Amai! En een gele kaart, natuurlijk. Geeft iedereen toch gewoon geel, man. Laatste kans. Afleggen. En Okensi? Allee. Ja, dan kan niemand er meer aan. Oké, als de ploeg slim is en ze denken van tweede plaats is goed, want FC Midtjylland is gelijk aan het spelen, dan denken die van ja, we zetten de boel van achter dicht. En ja, dan kunnen wij er niet meer voorbij en dan is het afgelopen avontuur voor ons. Schoten 2-5, schoten op doel 2-2, balbezit 41%, 59%, tackles 2-2. Overtraining 2-0 en gele kaart 1-0. Nauwkeurigheid schoten is 100%, 40% en nauwkeurigheid passes is 75%, 83%. Ik ga nu al een wissel doen. Ik ga er al een paar goede mannen op zetten die hopelijk wel het verschil gaan kunnen maken al. Dus laten we hopen dat we in de tweede helft wel een goaltje kunnen scoren. De spelers staan toch. En de goal, natuurlijk. Ja, jongens, ja. Dat was een kort avontuur. Hij zit er nog wel aan, Juri. Ja, maar het was niet genoeg om de bal uit het doel te halen. Allee, 0-1. In worp. Come on. Voorzet. Oh, wat een voorzet is dat, maat? Allee, jong. Ja? Ja? Trappen? Jawel! Milicevic met 1-1. Oké. Daar wou ik het. Oei, dan heb ik het weer al geskipt. Daar wou ik. Nog gewoon één goaltje maken. Oké, we liggen er misschien uit. Maar we hebben het wel goed gedaan. Twee keer gelijk gespeeld. Eén keer verloren. De statistieken.
Schoten 5, 8. Schoten op doel 4, 4. Balbezit 43%, 57%. Tackles 3, 7. Overtredingen 4, 0. Geel kaarten 3, 0. Hoekschoppen 2, 0. Nauwkeurigheid schoten 80%, 50%. En nauwkeurigheid passes 75%, 81%. Maar het maakt niet uit, want vorig in FIFA 17 waren we er ook in de groepsfase al uit. En toen... Ja, we zijn kampioen gespeeld. Ook wel met geluk, want we hadden gelijke punten met Anderlecht. Maar we zijn kampioen gespeeld. Dus, ja. Het zit er hier al op, jammer genoeg. Ooit gaan we die beker wel halen. Maar dat zal dan wel voor een volgend seizoen zijn. Maar ik ga hier de video bij afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent. En vergeet ook niet op dat belletje te duwen. Dan weten wanneer ik iets upload. En dan zie ik u bij de volgende video. Ciao.